zeker mee. Maak dan verder uw aandacht voor de burgemeester van Gent ten aanzien van Tusmansteeg, Ires Matthias de Klerk. De burgemeester, een heel speciale dag vandaag. Het wordt een rustperiode voor jou. Ja, ik denk niet dat het een rustperiode wordt, maar 10 dagen lang geef ik het over aan Annelies. Maar ik blijf heel nabij natuurlijk, elke dag opnieuw ook in het stadhuis om alles goed te volgen. Maar ik ga natuurlijk ook wel wat genieten. En dat is eigenlijk ook mijn oproep aan alle Gentenaars en alle bezoekers. Geniet ervan, maar draag ook echt goed zorg voor elkaar. Dat is ook belangrijk. Maar ik kijk er echt naar uit. Je zag de afgelopen dagen al de verrijzenis van de Gentse feesten. Ja, en dat doet toch wel wat ook de positiviteit van al die mensen. Dat is toch typisch Gents, dat we ons allemaal verbonden voelen en achter die Gentse feesten staan. Zijn er bepaalde zaken die je gaat bekijken waar je vroeger zei van oei, daar heb ik nooit de kans voor gekregen, dat ga ik nu wel even meenemen? Ja, ik ga heel veel Gentse artiesten voorstellingen meemaken. Ik ga ook naar Batta Stunt, die het wereldrecord pogingen wil breken. Ik ga het wereldrecord Stoeven op Gent proberen verbreken. Ik denk dat dat wel zal lukken. Ik ga ook met de kinderen op schok. Dat is heel veel ook voor de kinderen. Dus vind ik ook wel heel belangrijk voor de Gentse feest. Het is voor iedereen. Ik heb ook gelezen dat diverse pleinen ook verlaagde togen hebben voor mensen met een rolstoel. Dat is mooi, dat is innovatief. En dat toont nog een keer aan dat de Gentse feesten voor iedereen zijn. Mevrouw de feestburgemeester, u heeft vandaag de sleutel in de handen genomen. U bent de tweede vrouw die dat eigenlijk kunt verwezenlijken. Ja, ik ben daar heel fier op. Het is 20 jaar geleden eigenlijk dat Marina Hoornaert voor het eerst feestburgemeester was. Ik hoop dat het niet opnieuw 20 jaar moet duren, vooraleer dat een volgende vrouw opnieuw feestburgemeester kan zijn. U neemt inderdaad een grote verantwoordelijkheid over. U beschikt over de stad nu, dus het wordt wel heel wat nadenken om alles in goede baan te leiden. Ja, de meeste mensen zien alleen de leuke kant van de job natuurlijk. Maar het is een zware verantwoordelijkheid. Elke voormiddag zitten wij samen met de veiligheidsdiensten, dus politie, brandweer, alle stadsdiensten ook. En ook de organisatoren om te kijken wat de afgelopen 24 uur mogelijk mis is gegaan. En ook om vooruit te blikken naar de komende dag en te zien of er aanpassingen moeten gebeuren. Ik heb ook gezien dat Pirken had ook zijn commentaar en deed jou ook een aanbod. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, Pirke had in het begin van de in aanloop naar de feestperiode een beetje de knuppel in het hoenderhok gegooid. En wat voorstellen gedaan over afschaffen van pleinen. Er had ook te weinig geld en zo. En ik had gezegd, voilà, als jij het synchroon kunt zwemmen, dan wil ik er wel voor zorgen dat jij in de fontein op zijn baasplein of in de graslei kunt gaan zwemmen. Hè, want hij wou daar plaats krijgen. En kijk, plots heeft hij mij het aanbod gedaan om samen te gaan zwemmen in de graslijn. Ik zie dat wel enorm zitten, ja. Dus dat worden leuke Gentse feesten en we gaan echt kunnen als Gentenaar fier zijn dat we weer zo'n mooie stad hebben voor zoveel dagen. Absoluut, ik kijk er enorm naar uit. Goedenavond, Gentenaars! Allemaal welkom op de 176e editie van de Gentse feesten.